baby. Ik wil jou het liefst voor altijd. Zie ik je met een ander, doet het me pijn. Wij zijn een team. Yo, what's up? We zijn vandaag in Den Haag en hier woont Dixie. Dixie is een beide handen sportieve dame die van turnen, knutselen en social media houdt. Maar de laatste tijd houdt ze maar één account in de gaten. Ja, dat klopt. Hij heeft heel veel volgers en hij post superleuke foto's van zichzelf. Let me kiss you. En dat account is van Shaki, op wie ze inmiddels al een half jaar verliefd is. Maar omdat Dixie en Shaki elkaar nog nooit ontmoet hebben in real life en elkaar alleen maar kennen van social media, is verkering vragen geen makkelijke taak. Nou, dat klopt niet, want ik ben hem één keer in het echt tegengekomen en toen herkende ik hem meteen aan de foto's. En heb je hem toen verkering gevraagd? Nee, omdat ik niet uit mijn woorden kwam. En daarna, wat gebeurde er dan? Ik heb hem na het sportdag gewoon geappt. En je kan hem zeker geen verkering vragen via de telefoon? Nee, mijn ouders vinden het te gevaarlijk, want je weet nooit zeker met wie je praat. Daar hebben je ouders wel een heel goed punt, want daar moet je altijd echt heel voorzichtig mee omgaan. Dat doe ik ook, maar de tijd dringt. Want hij heeft al heel veel vriendinnetjes gehad. En ik weet dat het met zijn laatste net uit is gegaan. Dus opschieten. Hold up, hold up. En daarom ben ik hier. Zou er na maanden van onzekerheid eindelijk duidelijkheid komen tussen de digitale liefde tussen Dixie en Shaki? En wordt het verkering? We gaan het meemaken. Begrijp ik het goed dat jullie elkaar eigenlijk alleen van social media kennen, maar in real life elkaar maar echt één keer een minuutje ontmoet hebben? Ja, dat was waar. Maar hoe zijn jullie met elkaar in contact gekomen? Nou, ik heb zelf een Instagram-account. En toen kwam ik van een vriendin, kwam ik hem zeg maar tegen op Instagram. En toen ben ik hem gaan volgen. Toen ging hij ook mijn foto's liken. Maar internet kan ook een beetje tricky zijn. Je weet nooit met wie je praat. Hoe wist je dan zo zeker dat het Shaki was? Ik heb het ook aan mijn ouders gevraagd. Ze hebben het gecontroleerd. En mijn vader kent zijn vader. Dus ik wist wel zeker dat het Shaki was. Nou heb je hem één keer heel kort gezien. Hoe ging dat? We waren bij een sportdag. En toen was ik volgens mij aan het sprinten. En daarvoor had ik al een beetje met hem gewhatsapp. En toen leek hij heel erg veel op die foto's. En toen vroeg ik, ben jij Shaki? Toen zei hij ja. En dus eigenlijk ken ik hem zo soort van, eigenlijk. Dus het was gewoon een hele super zakelijke gesprek? Ja. Dacht je niet even een moment van, ik moet eigenlijk zeggen dat ik hem heel leuk vind? Dat kwam niet eens op. Beschrijf eens even hoe Shaki eruit ziet. Hij heeft bruin haar, hij heeft hetzelfde kapsel als jij en hij heeft bruin ogen. Mag ik een foto zien? Die heb je vast wel. Tuurlijk. Zo ziet hij eruit. Hé, hey, dat is een stoere vent hoor. Van een schaal van 0 tot 10. Hoe verliefd ben je? 10. 10? Ja. Wauw, oké. Okay. Nou, ik moet je zeggen, ik vind dit een uitdaging. En aangezien het bij jullie nu nog een soort social media liefde is, denk ik dat we een hele toffe nieuwe profielfoto voor jou moeten gaan maken. En ik weet precies wat we daarvoor nodig hebben. Oké. Let me kiss you. Jullie hebben eigenlijk al een relatie via Instagram, hè? Dus jullie zijn elkaar continu aan het liken, omdat jullie allerlei leuke foto's hebben. Maar ik dacht, laten we het dan even wat professioneler aanpakken. Naast jou staat de geweldige fotograaf Anton. Dus wat nou als jij een hele mooie foto maakt en die gebruiken wij als profielfoto om nog meer indruk te maken bij onze Shaki? Ik zou wel echt je beste Duitse cruise blik even erin zetten. Weet je, het is een stoere blikje. Als je nou gewoon je handen zo op je achterhoofd doet en dat je gewoon stoer in die camera kijkt. Zo. Proberen stoer te kijken. Zo. En we moeten natuurlijk wel die energie voor onze Shaki, a.k.a. de grote basie, behouden. Je kent hem natuurlijk alleen nog van de foto's. En je moet hem nog leren kennen. Hoe hoop je dat hij is in het echt? Nou, gewoon heel aardig, grappig en gewoon... stel nou, hij moet niet alles met mij gaan doen. Hij moet ook gewoon doen wat hij zelf wil. Bijvoorbeeld met zijn vrienden iets gaan doen. Dan hoef je het niet per se mee of zo. Nou, dit klinkt als muziek in de oren van ieder jongen. Dus daar scoor je alvast wat punten mee. Het enige wat ons nog rest te doen, is een hele coole rap maken. Let me kiss you. Ik heb een beginnetje gemaakt. En daarna heb ik toch echt wat meer inspiratie van jou nodig. Okay. Komt ie aan. Sinds een paar maanden voel jij als de ware. Het is nog geen real life love, maar meer een digitale. Beide hagenezen in hart en nieren. Wachten op de dag om de liefde te vieren. Ik vind het echt heel erg leuk. Nou, ik zeg goede handel. De eerste vier zinnen staan erin.
Maar wat zou jij nog meer in de rap willen? Dat ik hem ken van social media. Dat is een goeie. Hints werken altijd. Eerst was de liefde via de iPhone. Misschien iets met likes en chats veroverde haar hart. Ja. Dit is niet zomaar iets. Nee, dit is apart. Ja. Toch? Ja, het is echt superleuk. Nou, nu hebben we eigenlijk al een supercoole rap, maar we hebben nog ruimte voor twee zinnen. Oké. Wat is hetgeen wat je wil gaan doen als hij ja zegt? Met hem bijvoorbeeld naar de bioscoop of iets leuks met z'n tweeën doen. Dus eigenlijk gewoon een date? Nou, een soort van. Oké. Dan moet je gewoon nog zeggen, kies voor haar, deze chick die wil jou. Samen op een date, joh. Dat klinkt als wauw. Ja. Toch? Ja. Oké. Nou, de rap is af. Ja. Maar we moeten er rekening mee houden. Wat nou als hij straks nee zegt? Nou, van binnen ben ik dan misschien wel verdrietig. Maar van buiten blijf ik gewoon sterk. Want je weet zelf, het komt altijd wel weer goed. Ja. Teken maar. Let me kiss you. Als het goed is, is Shaki daar aan het voetballen. Ik loop op hem af, ik ga mijn stinkende best doen. Blijf hier, hou je taai en ik hoop op een dikke vette jaf. Ja. Tik hem aan. Hey, jongens, mag ik even wat vragen? Ik ben op zoek naar Shaki. Jij? Oké. Shaki, ik ben hier omdat ik een hele leuke boodschap voor jou heb. Ken jij het programma Gek op jou? Ja. Kennen jullie dat ook? Ja. Ja. Er is namelijk een dame, gek op jou. Oh. En we hebben een rap gemaakt. Als je naar die rap luistert, dan weet je wie het is en wat diegene van je wil. Is dat een goeie? Ja. Oké, dan. Muziek. Check. Sinds een paar maanden voel jij als de ware. Het is nog geen real love, maar meer een digitale. Beide haar genezen in hart en nieren. Ze wacht op de dag om de liefde met je te vieren. Eerst was de liefde via de iPhone. Nu is het real stuff en ben je haar icoon. Likes en chats veroverden haar hart. Dit is niet zomaar iets, Mattie, dit is iets apart. Nu wil deze dame jou iets gaan vertellen. Face to face, ze wil niet snappen of bellen. Kies voor haar, want deze chick die wil jou. Samen op een date, joh, dat klinkt als wauw. Blauw. Enig idee van wie deze woorden zouden kunnen zijn? Cher. Cher. Misschien populair, maar ik ken haar niet, dus dat is te ver. Nee, ik kan je heel eerlijk zeggen, ik ga niet zeggen wie het is, maar het is in ieder geval geen Cher. Maar als je het wil weten, dan kan je met me meelopen. Want dan verderop staat de dame in kwestie. En dan weet je wie het is en wat diegene je wil vertellen. Ja. Loop je mee? Ja. Let's go. Jongens, succes. Zo, Shaki. Nee, hè? Want ja, jij noemde een hele andere naam, want het is... Dixie. Inderdaad. Nou, jij en Dixie hebben eigenlijk al heel lang een hele leuke social media relatie. Als in, jullie liken elkaars foto's, hebben leuk contact over de chat. Maar nou is het zo dat deze dame jou ook in het echt heel erg leuk vindt. En jou heel graag... het volgende wil vragen. Ik kijk jou aan, Dixie. Wil je dat ik het namens jou vraag of wil je het zelf vragen? Jij. Moet ik het vragen? Ja. Oké. Lieve Shaki. Maar ze wil eigenlijk heel graag verkering met je. Wat is daarop jouw antwoord? Ja, ik wil wel heel graag vrienden blijven. Maar ik heb al een vriendin. Dat is het excuus eigenlijk. Zeg maar. Nou, je hebt het supergoed, netjes en volwassen verwoord. Dus dank daarvoor. Zij heeft vandaag wel heel erg veel moeite gedaan. Dus geef elkaar nog één vriendschapsknuffel. Het is een klein hartverscheurend momentje. Wij gaan dit even verwerken. Ja. Yes, dankjewel Shaki. Doei. Nou, ik vind het super dapper dat ze het heeft gedaan. Ik kan niet twee vriendinnen hebben, dus ja. Anders ben ik een beetje in een cirkel als ik dat doe. Lieverd. That's life. Soms heb je ja, soms heb je nee. Ja. Maar je zag aan alles, tenminste dat voelde ik, dat hij je oprecht echt wel een leuk meisje vindt. En weet je wat het voordeel is? Hij is nog jong. Dus het kan ook maar zo zijn dat zijn verkering volgende week weer uit is. En dan ben jij er ook weer bij. Ja. Toch? Ja. Moet je ons wel even melden dat jullie dikke, vette, leuke verkering hebben. Ja.